En dan kunnen we naar huis gaan. En ik ook, dat ik kan wel liggen. Moet ik gewoon doen wat die zeggen? Nee, natuurlijk niet! Als we nu zelfs zijn, u al een kaart doet, okay, dan komt immers alles in orde. Als dat zo'n bijbel. Broer, luister niet naar die zeven. En laat u niet doen door die twee luie treven. Allee, ik ga je niet eens passeren, hè. Slap wel, broer. Ja, rust in vrede. Allee, Trees en Trees. Kort, jij bent niet op. Wie? Wij, Kortjakje en Pikkeltje. Oeh, jongen, dat ding is gezegd dat je als je daar wel op reizen waard. Die ken namen, hè? Het is niks, mijn broeder Jacob. Slaap al tot morgen. Of wilt u meegaan? Ja, en waar gaan we? Naar de stad uitgaan. Oh ja, wauw, tof! Maar ik moet nog slapen en bidden. Saai. Wat kan ik weer geven, hè? Wat wil ik ook altijd geven? Zijn we weg? Zijn voorzichtig, handjes wassen, afstand houden, want je weet, de Spaanse griep is toch altijd in het land, hè? Ik ben dat juist voor dat vissertje mee. Ja, dat vissertje zit wel in uw bubbel, hè? Zit bij wat? In uw bubbel. Ook al dat gezever over de Spaanse griep, je hoort tegenwoordig niks anders meer. We zitten niet meer in de middeleeuwen, hè? Het is al 1918. En daarbij, de dokters zullen al wel lang een medicijn gevonden hebben. We gaan het anders doen, heel de wereld platleggen. Dat zit nog geen 100 jaar gebeuren, maak je maar geen zorgen. Ja, snap wel een heel mooi, hè? Wees voorzichtig. Afstand houden en niet naar de jongens kijken, hè? Nee. Ik heb dat. Vader, Zoon en een Geest. Lieve God, goede Vader, grote baas. Zeg, kun je nu eens niks verzinnen voor die twee zussen daarvoor? Voor Dingsken en Dingsken. Ik ga nu naar school, dan loopt die hele dag nog wat rond en dat huis laat hij wonen. God weet van wie is dat? Zeg God, van zo'n ding is hè, dat ik nu wakker van ze. Ah, zeg God, nu dat ik toch aan de lijn ben, kun je er rustig voor zorgen dat ik eens één nachtje goed kan slapen? Dat moet nu toch voor u maar een klein mirakeltje zijn, hè? Allee, dag hè. Ah, daar heb ik mijn zakdoek neer. Ah, nachtleven. Het centrum van Bochum. En het plein zit al goed vol. En je ziet, niemand heeft hier schrik van die Spaanse griep. Binnen blijven, mondmaskers dragen, op afstand blijven. Je leeft maar één keer. En niemand weet zo goed als wij.
eigenlijk. Zou ik dan een rijke zijn? Met zo'n goedkope kleren. Die heeft geen geld. En dit is mijn zus Kortjakje. Mijn zus is een beetje kramikkel. Oh, ik ook kramikkel. Daaruit. In de rol blijven. Wij kunnen niet zo goed uit de voeten. En ik ben een beetje ziek. Wij kennen Mokom niet zo goed. En we hebben al enkele dagen niet gegeven. Meneer, niet weglopen, meneer. Zie je wel, mijn hurk. Misschien moeten we niet meer rusten. Dan denken de mensen dat je de Spaanse griep hebt. Of ze hebben ons door. Dan zoeken we al rijk en dol. Rijk en dol. Daar! Oh, ja, misschien ik krijg je bij een medelijden mee. Of daar! Amai, het stikt hier van de domme mannen. Joehoe, hallo meneer. Ben u van hier? U bent van hier? Van de stad. Wij slapen nog in dezelfde kamer. Dat is ook los. Ah nee, onze kamer is vernield. Zeg maar, dan kun jij misschien bij hem gaan slapen. Man, nee. We kunnen nergens naartoe, broeder. Dat is er maar één op. Bidde. Broer, ben serieus? Wat heb ik geen zak? Oeh, maak hem niet kwaad gevolgen, hè. Broeder Jacob, kunnen we misschien niet bij u in het klooster komen slapen? Dat was in het klooster. Dat is ook eigenlijk nog weinig kamers vrij. Maar misschien bij de nonnen. De nonnen? Dat zijn toch vrouwen? De nonnen zijn geen echte vrouwen. Ja, maar de nonnen zijn een internaat. De internaat is toch voor meisjes? Wij zijn toch geen meisjes? Nee, wij zijn geen meisjes. Maar het is zomervakantie en waarschijnlijk kan er heel veel bedden leeg staan. Beter als niks. Ik zal direct aan papa gaan vragen of het goed is. Ik ga op proper andere broekjes. Ja, wacht op ons, Jacob. Niet te lang, hè. Voor ik maak weer als voor u. Ons huis? Nee. Was dat nu echt jullie huis? Wij leren dat huis. Tot als een eigenaar te weten komt. Maar dan maak ik toch niet meer uit. Ons huis is weg. Dat kan toch niet waar zijn? Geen paniek. Met een god een baas zorgt dat alles goed komt. Ja, hè. Kortjakje, daar staan alleen nog maar een paar muren. Wat gaat die nu doen? Is goed, broer. Kom maar mee. Maar ons loze visserkje is ook nog wakker. Mocht je meer met de grote mensen? Nee, ik had ze. Wij moeten weg. Gaat je mij verlaten, visserke? Hij is toch zo schattig als hij rood wordt. Zeg maar, pak anders ook mee. Je kunt er ook wel bij. Ga je nu op café? Amai, straf een mannen ineens. Nee, wij gaan overnachten. Bij de nonnen. Het nonnenklooster. Zeg maar, denk er nog zo over na. En dan de omgeving kan het misschien goed doen. Nee, Kortjakje en ik, wij zullen onze plan wel trekken. Ga maar, het is goed dat u niet daar. Dat klooster heeft er niet voor een dag. Oké, u wil geschieden. Ja. Als in de hemel. Ja. God zeg, heeft uw naam. Ja. Wat ga je niet teruggelopen voor dat boek vol zilverwerk van papa? Dat is het enige wat we nog van hem hebben. En voelde dat ook heel belangrijk. Je kunt niet eens lezen. Toch een beetje. En wie weet, ooit leer ik lezen. Zonder ouders, zonder adres, zonder geld. Geen enkel school gaat ons willen. Dan moet nu ook nog niet eerst nog een paar jaar amuseren. Niet zoals onze broeder. Is hij terug aan het slapen? Nee, hij is ook naar stad de nonnen. Naar de nonnen? Hij vroeg of we mee wouden gaan. Nee, tussen de nonnen. Kortjakje en Nikkeltje niet
smalle klooster. Elke dag binnen. Elke dag braaf zijn. Elke dag naar de mis. Eten wat de pot staat. Eten wat die mannen hebben. Geen eten meer zoeken. Elke dag vroeg gaan slapen. Ik ben echt bed. We vinden wel een dus een matras. Met een dankbaar klooster. De sterrennevel is ook heel mooi. Even geen zorgen. Wij hebben het helemaal geen zorgen. Vind je het regenen? We hebben geen dag. Hé, wacht op wat. Dus uiteindelijk spontaan moeten we overslaan. Broeder Jacob,
die jongens in mijn internaat, dat is vragen om problemen. Moeder Roosema, die kunnen nergens anders naartoe, die huis is afgebrand. Wel, blijf jij dan ook maar hier, dan kan jij geen slaapzaal bewaken, want daar gaan wij ons echt niet mee bezighouden. Dat gaat niet, moeder Roosema. Nee, dat gaat niet. Hey, ik wil je dan mijn broeders ook helpen. Met dak te restaureren, de toren terug op te bouwen, kan ik mijn broeders toch niet alleen laten. Hele dag op dag, in de zon. In de zon. 30 graden. 30 graden. Oké, okay. Blijf dan hier. Regel nummer 4. Jullie mogen het klooster leven zoals onze interne. Half 6 opstaan, zet u naar de mis. Doen wij gewoon een nachtje door, een beetje soezelen in de mis. En daarna gaan slapen. En daarna om 7 uur ontbijt. Broeder Jacob, dit gaat niet lukken. Die alleen maar proberen op weg op weg de pad proberen te krijgen. Te houden. Op weg de pad proberen te houden. Misschien kan het niets gedaan. Zuster Maria wil er nog eens in zijn houden. Zuster Jacqueline. Ah, waar is zuster Jacqueline? Dit is zuster Jacqueline. Zuster Maria Jacqueline? Nee, gewoon Jacqueline. Oeh, Maria Jacqueline. Broeder Jacob, breng de jongens naar de slaapzalen. Ik ga alvast even met de meisjes. Zuster Jacqueline, haal de interne uit de kapel. Tijd voor een ontbijt. En jullie twee, meekomen. Eten! Gewoon in vreemde mensen. Oh, hier zijn jongens. Haken, niet naar de jongens kijken. Jongens hebben vies. Janneke, is dat geen jongen voor u? Omdat ze vast is. Ja,
en dan zeggen wij het gedaan hebben. Schandalig. Kijk, dat bedoel ik. Wat was het schelmestrein van Dingske en Dingske? Ik moet dat hier niet dulden. Iedereen gedaan mee eten. Zuster, ik ben nog niet klaar. Dan moet ze maar eens wel babbelen. Groot gelijk, Nieke. Jullie hebben tijd genoeg gehad. Naar de les. De les. In de vakantie. Zomer was voor onze interne, dus ook voor jullie. Dat naar het klaslokaal. Dat telt niet voor ons. Wij gaan niet naar school. Naar het klaslokaal! Ik zal de weg wel wijzen, zuster. Janneke, laat je paraplu maar ik heb. Maar zuster, die paraplu betekent heel veel voor ons. Je hebt die niet nodig in de les, ze brengen die nog altijd niet binnen. We zullen dat naar onze slaapzaal gaan brengen. Laat hier liggen. Ja, zuster. Heb je dat nu gezien? Jarenlang op opvoeding en discipline. Weg. Allemaal door een spuis. Hoe lang zijn ze hier? 10, 15 minuten? En dan, die jongens, moeten niet samen les volgen met onze meisjes. Gemengde klasse. Waar gaat dat naartoe? Gehuis staat dit bij mij in het krijt, hoor. Ja, mannetjes, het is aan ons. Een beetje kramikkel. Ah ja, kramikkel.
even op bed gaan liggen. Ja. Ja, dat wordt ja. Beetje slapjes. Ja, ik ook zo. Oh, kreupeltjes. Hoe gaan we? Zo zie ik. Hoe gaan we? Dikke komen. Zijn die ziek en besmettelijk? Waar gaan die slapen? Toch niet onze slaapzaal. Die slaapt bij ons. Ik ga vanaf hier op die groen. Nieuwe vriendinnen. Was dat maar nacht. Of zij, broeder Jacob. God kan ook een vrouw zijn.
Ter zake. Wat heb ik gehoord? Zingen? Dansen? Naastuur? Liefste, hè? En heb ik allemaal moeten missen. Broeder Jacob, dat was bandig gedrag van dat volk van u, dat is alleen maar besmettelijk als een Spaans grip. Ik moet erover staan. Je bent vroeger ook jong geweest. Nee, ik ben nooit jong geweest. Als straf blijven alle feestgevers vandaag in hun chambret. Op een zondag? En zonder eten naar bed. Amai, amai. Dan, die brand in onze kapel. Ja, zuster Maria, ik heb er ook van gehoord. Broeder Jacob. Eerst brandt het bij jullie in de kapel, daarna komt jij met die allemaal papieren naar hier en verrassing, verrassing. Nu brandt het in onze kapel. Roderick! Slaap je nog? Nee, ja. Gods wegen zijn ondergrondelijk. Ondergrondelijk? We vonden een brandende kaars in de kapel. En alle kaarsen worden hier s'nachts uitgeblazen. Niet waar, zuster Jacqueline? Is dat zuster Maria? En we hebben ook dit gevonden. Oh, je zakdoek, dit is gewoon vooral. Zakdoek, kaars, brand, kapel. Zakdoek, bacteriën, vies, eiken. Dat kan smaken, moeder Oosten. Zuster Maria, dat moet er dus proberen. Ze is een goeie Geneverke. Dat is voor je zakken. Ontsmet tegen Spaans grip. Maar dat is mijn punt niet. We gaan die gebeuren van hun goed in doog moeten houden. Ik ga pas gerust zijn als dat het Spaans weer terug weg is. Amai, zeg. Is dat echt? Dit is goed, zuster Maria. Dit is goed. Snel, vader, zoon, erg mist aan. Lieve God, goede vader, grote baas, zeg. En ik heb dat niet van verstaan, dat hij allemaal zat te lummelen tegen mij. Dan stond ik hier dus echt een bodder van, hè. Maar jij zorgt wel dat alles goed komt, hè. Snel, vader, zoon, erg mist aan. Allee, dag, hè. Misschien leert die ons dan lezen. Die prutse nonnen, te vriend houden. We zijn nu al gestraft. Nee, ik weet iets beter. Vannacht terug op Zwier in het klooster. Oh ja, dat was plezant. Wij ook weer. Maakt het dan niet vergeten dat het al is? Oei, oei, oei. Ons gordjakje wordt groot. Ze lijlfeesten. Ja, spannend. Maar straks zijn we voor de rest van ons leven gestraft. Ja, en wat gaan ze doen? De rest van ons leven is dan toch niet meer zo lang. Jammer bedoelt dat we niet meer zo lang op internaat gaan zitten. En dan trouwen met kinderen krijgen. Ja, dat is echt goed slot. En met wie gaan jullie trouwen? Dat weten we nog niet. Maar we kunnen niet even bij papa blijven wonen. Je hebt geen event nodig om een goesting te kunnen doen. Jullie kunnen lezen en schrijven. Jullie kunnen toch wel wat meer dan alleen trouwen en kinderen krijgen. Het hangt dus vanaf van onze mannen. Wacht dan maar, die hebben niks te willen. Doe mama ook zo graag voor papa wil. Mama is er niet meer. Mis heb ik elke dag. Soms zitten we ergens onder de moeders paraplu. Ook als het niet regent. Ja, is dat raar? Nee, dat is niet raar. Dat is net zoals het boek. Ik zit erin te bladeren, maar ik kan niet eens lezen. Zullen wij jullie leren lezen? Als ze dan toch wel tegen straf zijn, hebben we daar toch tijd meer voor. Maar jullie moeten toch niet altijd gestraft zijn? Jullie moeten toch niks uithalen? Oh jawel, Kortjakje, we moeten opkomen voor onszelf. Dat heb je zelf gezegd. Dat bedoelde ik helemaal niet. Ja, wat gaan ze doen? Dus een paraplu afpakken, dat heb je al gedaan. Moeder Oosten zal die gegooid worden teruggeven. Ja, ooit. Maar dat kan nog lang duren. Zorg dan dat je hem dan weer terug hebt. Het is niet alsof we zomaar naar het bureau kunnen gaan en het paraplu gaan terugsnelen. Goed idee, Kortjakje. Nu hoor ik je spreken, zo. Maar ik zeg, je zou wel niet zomaar kunnen. Durf je dat echt?
Maar ja, natuurlijk. Kom, zijn we weg? Ja, doen we. Wat een schone dag is het toch? Voor jullie ook? Ik ben al heel de tijd aan het genieten van de zon. Zo jammer dat jullie moesten binnenblijven. En heb je de scheren dat ik heb? Ik moet even gaan liggen. Dat gaat nooit meer liggen. Ah, dat bedankt iemand! Oké. Hier is het ook al niet. Dat kan nog niet, niet klopje. Wow, Mieke. Wow, Wisselke. Deugen jullie niet? Ik wist van niks. Dat ging allemaal per ongeluk. Tja, hoe gaan we binnen? Anderhalve meter afstand houden lukt dat precies niet meer zo goed. Mieke heeft Wisselke al aan de haak geslagen. Maar dat is niet waar. Zuster Jacqueline is daar. Ik kan het allemaal uitleggen. Je moet zo kwaad niet kijken. Heb jij dat ook nooit voor gehad? Ja, ik heb dat er ook al even zo per ongeluk in het bed van de tent. Nee. Help! Ja, precies niet. Brand! Ik weet het niet.
Mieke die uit het kapel komt. Uit het brandende kapel. Toevallig. Ik heb de brand ontdekt en uitgestampt. Ik doe tenminste iets. Zeg, wat is dat hier allemaal? Zijn jullie nog altijd wakker? Nee, we zijn aan het slapen. Ja, blijven slapen. Dat zijn de geeuwen, hè? Weet van dat geeuwen. We hebben alleen maar wakker geworden omdat zij de kapel in brand heeft gestoken. Snap je wel. Zit de hele kapel in brand? Maar nee, ik heb dat niet gedaan. Allee. Rust in vrede, snap wel allemaal. Ik weet wie onze brandstichter is. De checker liet iedereen slaap. Iedereen kan slapen! Was Dingske niet slaap? Mieke? Nee, het was niet Mieke. Mieke is een braaf kind. Ja, goed hè. Steek ook ons gang een kaas gedaan in de kerk. En als één kaas die niet genoeg is, hield de kapel! Ja, we hebben nu de klopte was gekregen. Ja, want dan is nu een beetje van de knoppen. Oh, kus. Kus je dat ik nog een pietje. Ik vond dit boek vol zilverwerk naast de brand. Een psalmenboek? Daar ligt de kapel er vol van. Dit is niet zomaar een psalmenboek. Dit is het boek van Kortjakje. Boek, brand. Kapel? Bed? Moet ik slapen? Ik doe het om eens snel gemaakt. Drie! Zuster, je moet het drie. Kapel, boek, brand, nog eens drie. Daar moet ik het dus mee doen. Ja. Thank you.
veel stress. Ik heb geen goesting om weer van mijn prijs te krijgen. Maar jullie zijn braaf hier gebleven. Jij moet slapen. Ik zal slapen. Ik zal zeer goed slapen. Morgen is het Jack weg. Dat is één. Mieke, jij weet toch ook dat Jack het niet heeft gedaan? Hoe kan ik dat niet weten? Jij waart eerst bij de vrouw. Mag ik dat boek daar toen al? Wie zal het zeggen? Och, wij weten dat Jack het niet heeft gedaan en we zullen dat gaan zeggen tegen moeder Overstok. En ik had jullie geloven. Als ze ons niet gelooft, gaat ze ook niet meer verder zoeken naar de echte brandstichter. En dan komt de morgen misschien weer. En steekt dus deze keer uw chambret wel in brand. Zowel ik het slaat. Maar nee, die steekt alleen maar kapellen in brand. Elke nacht opnieuw. En hoe krijgt hij niet binnen, denk jij? Misschien wel een zaagchambret. Zoals alle jongens tegenwoordig. En wie weet, heeft hij wel de Spaanse griep? Ik kan het ook niet aan doen, ik dat boek van Kortjakje daar ben vergeten. En dan moeder Wolle, ze daar dat Kortjakje verdenkt. Daar kan ik toch niet aan doen. Ik heb toch niet geloven. Die brandstichter die komt toch niet langs hier binnen. Die komt toch niet langs hier binnen. Oei. Weer verkeerd. Ik had toch gezegd, het is dat haar. Dat gaat mij ook nooit lukken, hè. Mijn naam is vader, zoon en erfenis is aan. Onze vader, die in de hemel zegt, wat de hel! Die kinderen, die steken mijn kapel in brand. Eerst oorlog, dan Spaanse griep en nu dit. Waarom? Hé, waarom? Je bent een man. Bent u een man? Natuurlijk, je bent een man, het was te denken. Ik weet niet hoe ik moet vragen. Het was mijn idee. Dat vermoed ik, dat had ik wel. Die paraplu betekent heel veel voor Hanneke en Janneke en Jan. Paraplu? Welke paraplu? Onze paraplu, moeder Overste. En Kortjakje heeft daar niet alleen gedaan. We waren er allemaal bij. En Kortjakje zal daar nooit alleen doen. Nee. Die paraplu betekent heel veel voor ons. Dus, voor die paraplu hebben jullie de kapel in brand gestoken? De kapel? Daar hebben we niks mee te maken. Kortjakje. Ik vond uw boek naast de brand. Mijn boek was ook verwijderd. Hoe is dat daar gekomen? Van zichzelf? Een mirakel? Nee, dat komt er niet. Dit wordt de overuren, dat is het goed. Ik heb dat boek daar, ben dat boek daar per ongeluk vergeten. Mieke, jij hebt toch niet de brand? Toch niet Mieke? Nee, ik heb de brand ontdekt en uitgestampt. Dus, jullie zijn hier geweest om die paraplu te stelen. Dat mag eigenlijk niet. Nee, dat mag inderdaad niet, maar dat is niet zo erg als een kapel in brand steken. Maar dat is ook wel erg. Misschien was het de laatste keer? Of misschien is hij morgen weer. Kunnen we hem dan eens niet betrappen? Of haar. Het zal wel een man zijn. Wij houden de wacht. Ja, we moeten blijven. Ja, ik heb eigenlijk liever dat jullie gewoon naar bed gaan en in bed blijven. En als we nu eens om de beurt houden? Nee. Dat mag niet. Voor één keer? Nee. Dat mag niet. Allee, het is zomer en het blijft toch lang licht. Nee. Dat mag niet. Tja, Mieke, als jij het risico wilt nemen. Spaanse griep? Brand? Wij willen helpen. Maar ja. Dat mag niet. Dat mag niet. Goede hoofd, dat mag niet voor in de ene keer. Super. Goed, maar dan echt enkel en alleen voor deze ene keer. En nu is het. Ja, ja. Slaap wel, moeder Overste. Slaap wel. Zie je nu wat ik met mij laat doen? Samenwerken met de jeugd. Waar gaat dat naartoe? Amen en uit.
Heb je er niets beters? Ik zie ook niet direct een andere oplossing. Een zaklamp in plaats van kaarsen? Ah. Ah, ja. Wij halen morgen voor u een zaklantaarn. Pak voor deze nacht zijn kaars al wel dan. Ja, maar. En als niet deze dag nog naar de pop moet? Ja, dan doe het dan maar op de tas. En nu iedereen naar bed. Slaap wel allemaal. Slaap wel, moeder overste. Anneke en Janneke, wat doen jullie hier toch? Ah wel, dus nu komen we ons. De wacht houden. Dat is niet meer nodig. Maar alleen, we hebben niet eens kunnen waken. Slaap wel. Slaap wel. Wij doen nog wel een nachtje brokken. Ja. Spannend. Ik zal maar weer doen alsof ik niks gehoord heb, zeker. Moeder overste. Is één rustige avond te veel gevraagd, ja? Ja, ik wil zeggen, je moet iets vragen. Vraag jij het? Ons huis is afgebrand en we kunnen niet zo goed leren, dus mogen wij hier op internaat komen? Jullie, in mijn internaat, met onze strenge regels. We zullen proberen om braaf te zijn. Proberen? Als je iets uitsteekt, dan moet je gewoon zorgen dat je niet betrapt wordt. Heb ik hier eigenlijk nog iets te zeggen? Dus mogen we blijven? Maar ja. Oh, dankjewel, moeder. Het is moeder overste. En nu naar bed. Dan kan ik ook gaan slapen. Hop, hop. Slaat al, moeder overste. Rust in vrede. Ik ga ze toch in de oog moeten houden. Moeder overste, zijn wel in de streng. Kijk, dat bloed is door de vingers. Hoe waren het vroeger zelf? Jong, broeder Jacob. Blijkbaar ben ik jong geweest. Ze geven toe. Slaap wel, Jacob. Slaap wel, broeder overste. Ik hoop dat ik hier later heel goed voor beloond zal worden. Zeker en vast. Zeg, hierboven. Zit er de rest nog allemaal klaar, hè? Met een goede schep bruine suiker. Want dat heeft ze verdiend, hè? Allee, zeg. Dingske en Dingske daar. Kortjakje en Tikkeltje. Terug op het rechte pad. Wie had dat nu gedacht? Allee, eigenlijk komt dat door mij. Want ik was dat die deed de boel in brand stak. Maar dat wist ik zelf niet. Dus ik denk dat jij daar voor iets tussen zit aan het bouwen. Hoe gedaan, baas. En mijn vader, zoon, mijn heilige geest, vader. En voor dat allemaal. Dag, hè.